Hey, lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. Wil je een nieuwe auto en je denkt: Goh, ik wil, ik wil een blauwe auto, dan zie je ineens allemaal blauwe auto's rijden. Ja, zo werkt het. Dat is een prachtig voorbeeld om uit te leggen hoe dat kwantumveld. Daar waar jij bent. Dat trek je je leven binnen. Ja. Als we dat gaan begrijpen, dan kunnen we wonderen verrichten. Dan is alles mogelijk. Ja. Hoi, leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe podcast van Holistisch Leven. Ik heb hier Janus naast me. Uh, nou, je ziet al prachtige producten wat hij allemaal heeft gemaakt. Maar niet alleen dat, want eigenlijk is het gewoon een alchemist op gimpen. Zo hebben zijn vrienden hem genoemd. Een levenskunstenaar, visionair. Een hippe magier die de wereld besprenkelt met zijn magie en dat doet hij. En hoe? Nou ja, via allerlei vormen, retreates, ga zo maar door. En uh, ik wil je meenemen op reis samen met jou. Janos, welkom hier. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ja, ontzettend ja. fijn om je nou eindelijk eens live te ontmoeten. <laughs> Leuk. vertelde al eventjes kort voordat we begonnen dat ik twintig jaar geleden mijn eerste kaartenset had en die was van jou. Ja, ongelooflijk. Blauwe, ik herinner ja. me nog een jong meisje. Ik had de kaarten en ik gebruikte hem en hield hem vast. En dan ja, ik downloadde ik eigenlijk als het ware de energie. En zo ben ik uh, ja, eigenlijk ook hiermee in aanraking gekomen. Dus dank je wel in eerste instantie mooi, daarvoor. Mooi. Dat was de eerste box. Ja. Ja, dat was de allereerste ja. box. Ja. Um, voordat we helemaal daarop ingaan, stel ik altijd de vraag: wat is holistisch leven voor jou? Nou, holistisch leven voor mij betekent heel simpel vanuit je hart leven. En te zijn wie je echt bent. Dus zonder aanpassing. En te gaan doen waar je het meest van houdt. Heel simpel. Kunnen, kunnen, ik, ik vind heel veel dingen in spiritualiteit complex. En dan denk ik, het is voor mij heel simpel. Ja. Gewoon zijn wie je bent. En, ja. en volg je hart. En ga doen waar je echt van houdt. Dan, dan komt de levensvreugde. En dan is alles mogelijk. Ja, nou dat is het. Uh, dat, dat heb jij ook wel echt uh, in alles wat je hebt neergezet laten zien. Um, neem ons eens mee van. Jouw kind zijn tot daar waar je nu staat. Het is wel leuk om nou ja, die mensen ook meenemen op jouw reis. Ja, als, als, als kind, dat heb ik pas later gehoord hè, van mijn ouders. Had ik altijd onzichtbare vriendjes waar ik mee speelde. En ik was heel vaak alleen. Ik, ik was als kind al een beetje een ionselkanger. Ik was heel snel overprikkeld. En dan kom je in je puberteit en dan ga je dat blokkeren, omdat je denkt dat iedereen dat heeft en dan je wil ergens bij horen. Dus heb ik dat helemaal een beetje ja, afgesloten, als het ware. Ja, tot 20 jaar terug. Dat ik, uh, ik was grafisch ontwerper. En ik had eigenlijk helemaal niets met spiritualiteit of energie en dat soort dingen. Ik vond het vaak woe. -woe dus ik had echt weerstand erop gecreëerd vanuit mijn jeugd. En, uh, maar ik, ik werkte heel hard, ik was heel ambitieus. En uh, toen liep ik in het Vondelpark. Ik woon in Amsterdam. En zo is het eigenlijk begonnen. Dat was het eerste zetje. En uh, ik had mijn leven goed voor elkaar. Ik had een mooi huis, mooie auto, alles, uh, alles klopte. Dus ik was uh, succesvol, zoals ze dat yeah. noemen. En toen kwam er een zwerver op me af. En die keek me heel diep aan. Die ogen vergeet ik ook echt nooit meer. Ik heb nooit zulke lieve ogen gezien. Maar hij stonk, was smerig. En hij keek me aan. Hij zegt, jongen, ben je wel gelukkig? En natuurlijk, vanuit het ego wilde ik zeggen, of course. Yeah. Maar ik voelde op dat moment, shit... Ik, uh, ik ben denk ik helemaal niet gelukkig. Ik dacht dat ik gelukkig was. Nou, dat was het eerste keerpunt. En, en toen stortte ik een beetje in. Dat zette een soort proces in beweging. En, uh, en toen begon ik ineens beelden te zien. Ik was een beetje aan het dagdromen. En er verschenen, ja een soort geometrische patroon. Ik wist toen nog niet dat geometrie was. Ik had geen drugs gebruikt, geen alcohol. Dus ik dacht echt, er is iets raars aan de hand. Misschien heb ik echt wel een burn-out. Dat je ineens dan dingen gaat zien. Uh, maar doordat ik grafisch ontwerper was, dacht ik, laat ik maar het nagaan maken. Is er iets raars aan de hand? Dan kan ik in ieder geval dat laten zien. Dit is wat ik zie. Dus dat liet ik aan wat vrienden zien en die zeiden, god, dat is gaaf, dat raakt me. Nou, ik had geen hobby's, want ik werkte alleen maar. Dus ik dacht, nou, misschien is dit wel een mooie hobby voor me om grafische kunst te maken. En zo bouwde ik een heel klein websiteje met, uh, met uh, kunst als, gra als grafische kunst. En dat ging gelijk helemaal los. Ik kreeg heel veel reacties. Wat deed met mensen. En ik was echt flabberd. En toen kreeg ik één reactie. die zei, je hebt graancirkels nagemaakt. En toen dacht ik, nou, graancirkels. Wat is dat? En uh, dat zijn volgens mij jongelui met plankjes onder hun voeten ja. die dat uh, plat trappen. En toen vond ik in Engeland op een site al die codes die ik gemaakt had als graancirkels. En toen dacht ik wel, hé, hey, hier is iets heel raars aan de hand. Ja. En toen begon ik ineens een stem te horen. En toen heb ik 112 gebeld van uh, kom maar halen, want uh, voor mij ben ik uh, bipolair of schizofreen aan het worden. Want ik hoor stemmen. Dus ik kon gelijk terecht bij de huisartsenpost. En daar heb ik gewoon heel erg geluk gehad dat een arts uh, tegen me zei: Janos, ik denk dat er niet zoveel aan de hand is. Ik denk dat je maar eens moet gaan luisteren naar die stem. En zo is de haak begonnen. Wauw. Ja. Jeetje. En, en eigenlijk, dus daarvoor helemaal niet zo actief in spiritualiteit nee, bezig ik geweest. Vond, wat, wat ik, vond het ik vond het zweverig, ik vond het geitenwolle sokken. Ja, <laughs> nou, die dragen we niet. In nee, de reis. nee. <laughs> wat, wat voor een uh, baan had je? Ik was grafisch ontwerper ja. uh, freelance, dus ik werkte ja. voor verschillende bedrijven. Ja, ja. ja. Jeetje. En jij zei al even, hè, die gaancirkels, uh, jij noemde het woord codes. Ja. Zou je dat kunnen uitleggen? Dus even ja, toen ik, toen ik me daar verder in ging ja. verdiepen en ook steeds meer informatie ontving, uh, uh, werd steeds het woord codes ja. gebruikt in een channeling of in een download, hoe je het wil noemen. Uh, en dat wij uh, moeten decoderen. We hebben allemaal aangeleerde patronen in ons leven, maar ook karma. Dat heeft codes neergezet in ons DNA. Dus dat kunnen overtuigingen zijn. Ik ben het niet waard of angst voor afwijzing of ik verdien het niet. Uh, en die moeten we decoderen en dat kunnen we doen met geometrie. Uh, maar dat is pas in de jaren ontstaan. In het begin uh, wist ik helemaal. Ik wist niet eens wat chakras waren. Nee. Dus. <laughs> nou, want daar vind je ook die geometrie terug. Nou ja, als je... als je, de natuur ook. Ja, inderdaad. In de natuur, het hele universum Juist. is gebaseerd. Jij en ik zijn geometrie. Juist. Ja. Vanuit cel, deling tot elk orgaan, verhoudingen in je lichaam, alles is geometrie. En dan kom je in de gulden snede, dat, dat is een verhouding. En als wij uit balans zijn, zijn wij uit de frequentie van de gulden snede. En als we daar weer mee verbinden, dus eigenlijk verbinden met de natuur die we niet meer hier hebben, de echte natuur. Dan komen we weer in de source van wie we werkelijk zijn. En dat was ook heel mooi. Ik kwam in 2008 bij de shamanen in uh, Siberië en die liet ik me kunst zien en die zeiden: jij brengt de natuur terug naar de westerse wereld, want dit is de source. En uh, dat vond ik ook heel mooi uitgelegd. Want de geometrie kun je Weken overvullen, wil je dat goed uitleggen? Nou, dat, dat realiseer ik me ja. ook inderdaad. Ik was er natuurlijk ook wel flink in gaan lezen. <laughs> ik ja, maar het dat is, dat is zo'n breed, ja. breed spectrum. En je hebt natuurlijk de Egyptenaren, je hebt in het oude Hindoeïsme, Boeddhisme, de Mandala's, je hebt de Maya's, overal vind je de taal van geometrie terug. En dat zijn we natuurlijk verleerd. Dat, dat zit niet in onze. We leren het vanuit de wetenschappelijke kant iets over met wiskunde en scheikunde. Maar de holistische kant van geometrie, dat, dat leren we niet meer. Nee, nee. En uh, nou, die codes ben je dus eigenlijk gaan, gaan downloaden zonder dat je door had wat het was. Hoe heb je later die vertaling gevonden door die stem? En wie zou je. Wie is die stem? Is dat de source zelf? Of... Ja, weet je. Ik vind het altijd een moeilijk onderwerp, omdat zo gauw als we, als we gaan hebben over channeling, ja. dan, dan kom je in mediumschap en dat soort dingen. En dat vind ik een beetje eng. Ik, ik ben dwars van spiritisme en dat soort dingen. Ik vind dat gevaarlijk. Dus ik, ik zeg altijd, het is een download. Het is een universeel iets. Ja. En de stem noemde zich uh, Sai, maar nog steeds zeg ik heel eerlijk, dat kan mijn filter zijn, want ik, ik moest het vorm gaan geven. Ja. Dus ik hou het liever heel aardig. En, en die begon me uit te leggen hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij als mens communiceren, wat gebaseerd is op competitie en dualiteit. Als ik, als ik met jou een verhaal deel, kan best zijn dat ik er energie aan meegeef. God, neemt ze me wel serieus? Of gaat ze me straks kritiek geven? Dus alle, alle woorden krijgen energie. Maar geometrie is de taal waar jij geen referentiekaders op hebt. Dus die communiceert rechtstreeks met je onderbewustzijn. Plato stelde dat vroeger al. De Griekse filosoof die zei: geometrie is de taal van de ziel. Ja. En, en zo ben ik gaan experimenteren, wat, wat kan ik daarmee doen? En daarbij kreeg ik bij al die codes vaak nummers, en die begreep ik niet. Totdat ik iemand ontmoette die gespecialiseerd was in muziek, en die zei dat zijn megahertz nummers. Mm. En zo zijn de activaties ontstaan, dat we ook muziek zijn gaan maken met dezelfde frequenties. Ja. Dus, die, dus, uh, dus dan heb je zowel de, de, de code waar je naar kijkt, hè, dus ja. bijvoorbeeld uh, deze zetten, pak ik even de bovenste. Ja. En daar hoort een bepaald muziek bij. Ja, je kunt daar naar kijken. En dat communiceert met je onderbewustzijn. En, en de muziek is meer een soort bioresonantie. Dat ja. gaat op celgeheugen. Dat ja. gaat meer op het lichaam werken. Zodat je eigenlijk van twee kanten... Ja, iets op gaat starten, energie in beweging zit of van binnenuit aan programma's gaat werken. Ja, zo'n activatie ja. Ja, gecreëerd. Ja. ja, en hoe lang uh, kijk je daarnaar? Ik maak het even praktisch voor de kijkers thuis. Hè. Ja, weet, weet je, in, in, de, in, de, in de parallel realiteit, zoals ze dat noemen, uh, want daar verbind je mee, ja. is tijd en afstand bestaat niet. Dus een split second is al genoeg. Ja. En we denken vaak in de spiritualiteit, ik krijg ook heel vaak vragen van mensen: oh, deze activatie ga ik maar vier keer doen vandaag, want deze heb ik nodig. Ja. En dan zeg ik altijd: dat is niet nodig. Meer is niet beter. Weet je, in een split second de verbinding, de intentie zetten, zet het al in beweging. Ja, is er al. Ja, Ja, mooi. Zo'n kwantumsprong maken, want je hebt ook, eh, ja. jij bent ook helemaal in de uh, ja, kwantumfysica. Uh, kunnen we dat hier ook mee verbinden? Ja, kwantumfysica is eigenlijk, uh, ik noem het ook wel biogeometrie in het begin. En dat is eigenlijk dat je zonder dat je energie nodig hebt, energie kunt opwekken. Ja. Uh, en dat is wat geometrie doet. En dan kom je dus in het kwantumveld. En als je in het kwantumveld komt, uh, ook wel een veld uh, uh, genoemd, ik probeer het simpel te houden. Ja, McTaggart, zeg maar. En, en het, het morfogenetisch veld, dat, daar is alles aanwezig. Hè? Dus daar, daar zitten verschillende versies van jou. Want we hebben elk moment, misschien herken je het wel in je leven, maak je soms vanuit hele kleine dingen, kleine keuzes die grote gevolgen hebben. Ja. Je kunt ineens een heel andere afslag nemen. Maar al die versies van jou, die zijn er. Dus. Als we verbinden met het kwantumveld, en dit zijn eigenlijk dragers van energie, of wegwijzers, of hoe je het wil noemen. Uh, kun je dus je afstemmen op je toekomstige zelf, waar jij naar verlangt. En dan wordt het heel interessant, maar wordt het ook gelijk uh, iets complexer, want wat wil je echt? Ik zeg als tegen mensen van wat is nou je grootste verlangen? Hmm. En dan luister ik met mijn rechterhoor, zeg ik altijd wat je fysiek zegt. Hè? Ik, ja. ik neem dat als kennis waar. Maar met mijn linkerhoor ga ik luisteren, wat, wat zegt ze nou echt? Ja. En vaak is dat niet coherent aan elkaar en dan klinkt het als jij over je verlangen hebt, dat zeg ik dan ook maar, uh, het klinkt of dat het morgen bewolkt wordt met hier en daar een buitje. Het is energieloos, weet je? Dus ja. het kwantumveld is, is energie wat constant in beweging is. Dus is een radiozender in ontvanger. En als we echt contact maken met ons diepste verlangen, dan komen we bij onze zielenmissie. Waarom ben je hier op aarde? En als je dan je verbindt met het kwantumveld, dan gaan er synchroniciteit ontstaan en dan gaan alles bewegen. Het universum werkt voor ons, alleen we zijn er vaak niet bewust van. En als we onbewust manifesteren, dan komen we vaak in het stuk. Uh, waarom overkomt me dit? Maar eigenlijk is het onze eigen manifestatie. Ja, en je hoort dan ook wel eens uh, mensen zeggen: wanneer manifesteer ik vanuit mijn ziel en wanneer manifesteer ik vanuit mijn ego? Kun je ja. dat hiermee ook vergelijken? Ja, zeker. En manifesteren vanuit het ego is veel moeilijker, gaat veel trager. En is dat een echte manifestatie? Want je bent hier met een reden. Ik denk dat niemand op deze aarde zonder reden is. En als we die reden voelen waarom we hier zijn, dan wordt alles moeiteloos. En uh, ease in grace, om het zo te zeggen. En als we weggaan bij onze eigen source, en we gaan vanuit het ego manifesteren, dan wordt het een strukkel. Maar zo zijn we wel opgevoed. Weet je, ik ben ook opgevoed. Je moet hard knokken voor iets. Je moet hard werken. Je moet je best doen. Terwijl dat als je echt vanuit je ziel gaat functioneren. ja, dan hoef je helemaal niet je best te doen. Dan gaat het vanzelf. Ja, ken ik ook hoor. Ja, ik wil niet zeggen dat ik natuurlijk ook met zomaar wel. Ja, was ook wel hard. Zij werken nu 55 mensen. Dus het is dus af en toe best wel even. Ja, alles bij elkaar. Weet je, ja. om de neus dezelfde kant op te houden. Maar als ik terugkijk is dat ook moeiteloos ja. gegroeid ja. omdat het zo vanuit diep nou, binnen kwam. Ik, ik, ik zeg niet dat het niet hard werken ja. is, alleen het is geen strijd, het is, precies, het is geen trek en duwen. Ja. Ja. Uh, ja. ik, ik werk ook hard, maar ik ervaar het niet als werk. Nee, ik, nee, het is echt uh, het leven het is je, ja. ja leven vanuit je passie. Ja. Ja. ja, 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 dat herken ik ook, herken ik. Ja, mooi, mooi. Ja, jeetje, het is echt. Uh, ja, je doet zoveel. Er is zoveel veel mogelijk. Ik zit even te kijken waar, wij, waar we heen gaan. Misschien is het ook mooi om eens even te kijken naar... Jij zei ook wel de geheime sleutel naar ons DNA waren die codes. Hè? Dus, uh, en die brengen een toegang tot jouw onderbewuste en daarmee tot je ware potentieel. Um, ik zie ook, je hebt ook uh, op je site ook staan dat je ook wel met uh, de uh, buitenaardse werkt. Hoe werkt dat? Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou ja, weet je, eigenlijk zijn wij ook buitenaard. Ja. Weet je, uh, 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 we zijn hier in een 3D wereld, een fysieke wereld waarin we functioneren, maar dat is eigenlijk maar 10% van wat hier speelt. We hebben heel veel parallel realiteiten en dat noemen we dan, dat is buiten het aardse. En als we zeggen buiten het aardse, is het eigenlijk een ander veld. Maar eigenlijk vindt alles plaats op hetzelfde moment in dezelfde tijd. Dus buiten aardse krijgen mensen vaak een beeld bij als een science fiction film met uh, aliens. En, uh, en, en, en zo kijk ik daar niet naar. Ik zie het gewoon als een, als een ander veld waar je mee verbonden bent. wat buiten het aardse is, om het zo te zeggen. Ja. En dan noem je het buiten aardse. Maar het zijn geen marsmannetjes. En hoe kunnen mensen daar thuis mee werken? Die zeggen van: oh, dit is. Puur afstemmen, uh, iedereen kan dat. Uh, alleen wat vaak de valkuil is, ook in, in mijn trainingen, dat heel vaak mensen zeggen: Maar ik wil iets zien. Of ik, of ik wil, maar je hebt natuurlijk heel veel vormen van, van een, een, een missie of een passie. De een is heldervoelend, de ander is helderhorend, de ander is helderwetend. En als jij helderwetend bent, dan ga je niet zien. Dus in de spiritualiteit zijn mensen vaak vanuit een vakje aan het kijken, die opleiding naar opleiding, want ze willen graag ook zielen zien of energie zien, terwijl het misschien jouw gave niet is. Dus je, je hebt verschillende vormen waarin je dus verbinding kunt maken met die velden, maar iedereen kan het. En ik, ik begin ook vaak als ik voor een zaal sta te zeggen, misschien stel ik je teleur, maar ik ben niet verlicht. Dit kun jij ook. Weet je, het is puur... Echt onvoorwaardelijk vanuit je hart verbinding maken. Ja, ja mooi. En uh, zijn er vast mensen die kijken, die uh, misschien ook wel in moeilijke fases in hun leven zitten? Misschien wel een burn-out of een, een scheiding of iemand die is overleden of het op andere vlakken gaat het moeilijk. Um, hoe zie jij dat en wat zou je deze groep mensen willen meegeven? Nou ja, weet je, het leven is ook één grote leerschool. En ik geloof echt dat onze ziel iets heeft uitgestippeld, wat de ziel wil ervaren. En dat kunnen soms vanuit een menselijk oogpunt heftige ervaringen zijn. Vanuit de ziel is het een ervaring. Dus ik begin altijd te zeggen: je bent niet dat wat je ervaart. Observeer, dan wordt het al misschien lichter en dan kunnen we sneller, makkelijker verwerken. Als je een angst hebt, dan zeggen mensen wel eens: uh, ik ben angstig. Nou, dan begin ik altijd te zeggen: nee, je bent geen angst. Observeer je angst. Dan krijg je veel meer informatie. En als je begrijpt waarom iets plaatsvindt in je leven, dan wordt het herstel veel sneller. En als we erin gaan, dan gaat het in het celgeheugen zitten, dat gaat in onze organen zitten, dan krijgen we fysieke klachten. Want het lichaam is één grote antenne, die eigenlijk constant boodschappen geeft. Dus ja, ik zeg altijd observeer, tune uit, ga op afstand kijken naar je omstandigheid, naar je burn-out of naar wat je meemaakt. En waarom vindt dit plaats? Ja, het is echt op afstand. Dat ja. kan, uh, ja. Ja. Want je had het ook over, straks binnen het kwantumveld had je een bepaalde aantal kwantumstappen, als ik het goed heb. Kunnen we dat hier ook uh, mensen in meenemen? Quantum stappen, het zeg ik heel simpel. Eerst is je ademhaling onder controle krijgen. Kijk, als je heel hoog in ademhaling zit, dan blijven we ook in het brein zitten. Dus eerst ademhaling uh, reguleren, dat je, dat, je, dat je dieper in je lichaam zakt, dat je verbonden bent met je lichaam, dat je eerst rustig gaat ademen. En dan gaat het om intenties. Alles is intenties. Ja. Simpeler kan ik het niet maken. Hoe graag wil je het en van waaruit wil je het? Weet je, is het het brein dat zegt: hé, hey, ik wil een ervaring? Dan gaat het niet lukken. Als je echt verlangen voelt, hé, hey, ik, ik, ik wil me daarmee verbinden, uh, dan gaat het vanzelf. Ja. Dat is mooi. Dat, dat voor is mensen... voor iedereen toegankelijk. Ja, ook voor mensen die dus inderdaad in deze fase zitten. Want, uh, ja, wat je zei ook: hè, leven is soms. Uh, ja, die ervaringen die maken we mee als mens en dat is niet altijd makkelijk, maar de ziel heeft een pad uitgestippeld naar ja, ja. wat je, wat je te, te gaan hebt. Dus je zoomt eigenlijk uit om te kijken, dit te ervaren en je kan dus die stappen doorlopen om weer terug te komen eigenlijk op je zielenpad. Ja, ja. en in de programmering, dat wat we willen leren, creëren we onbewust ook situaties in. Ja. Kijk, mijn rode draad in mijn leven was uh, angst voor afwijzing, dat was mijn grootste programma. En daardoor manifesteerde ik vaak in mijn leven situaties dat ik werd afgewezen. Dus het ego zei: Kijk, zie je wel, hè? Dat, dat is het ego. En op een gegeven moment zei mijn hart: Hé, hey, die angst trekt die, niet die afwijzing aan. Ja. En, en dan ga je ermee aan de slag. En dan zie je als je daarin verandert dat ineens ook de omstandigheden veranderen. Dus wij, wij hebben invloed op alles, ja. maar we hebben het vaak niet door. We zijn er vaak niet bewust van. Ja. Dus eigenlijk kan iedereen leren een alchemist te worden. Hè? Zeker. Ik denk in de kern zijn we allemaal ja. alchemisten. Alleen we hebben het niet meer geleerd of we zijn het verleerd. En ik zeg ook vaak tegen mensen: je hoeft eigenlijk niets te leren, je hoeft alleen maar af te leren. Ja. Dus eigenlijk help je mensen weer om bij hun hart te komen. Ja. Af te ja. leren van dat wat je niet. Nou, weer verbinding te maken met hun source, wie ze werkelijk zijn. Ja. En als ik het heel simpel maak, zeg ik altijd: als ziel ben je liefde, heb je maar één frequentie. En dat is een prachtige, krachtige frequentie. En, en dan kom je hier naar de aarde, wat dan al een heel proces is. Dus eigenlijk moeten we beginnen te zeggen: hé, hey, ik wil je een compliment geven dat je het lef had om hier naartoe te komen. En, en, en dan ben je hier om te erkennen en te herkennen dat je liefde bent. En dan begint het eerste programma al, want dat is heel kwetsbaar. Ja. En de ziel is hier als mens om die liefde te ruiken, aan te raken, te voeden, te delen. Uh, maar we zijn er allemaal bang voor. Dus, ik, dus daarom vind ik het heel belangrijk, altijd als eerste. Moeten terug naar het hart. Ja, terug naar liefde. Ja. Dus eigenlijk in elke codering zit dus iets van die liefde. Ja. Alleen net in een andere taal ja. of andere. Nou, elke code raakt een ander proces aan. Ja. Raakt een andere frequentie aan. Elk proces, alles heeft een frequentie. Zo Ook emoties, dat weet je ook. Het staat weer verbonden met bepaalde organen. Dus al uh, alles is energie en frequentie. Ja, en alles eigenlijk als je dat allemaal aflegt, kom je weer thuis in die liefde. Ja. En je zegt al hè, vind ik heel mooi, je beschrijft eigenlijk de weg van de ziel naar de aarde toe. En nou compliment dat je hier bent. Want waar gaan we hier naar naartoe? Hoe zie jij dat? Um, ja, dat is per persoon verschillend. Ja. Kijk, ik, ik, ik denk dat we kunnen kiezen om weer een volgende ervaring te hebben. We kunnen kiezen om niet terug te komen. Um, ik hoop dat ik nog heel vaak mag terugkomen, want ik vind het echt waanzinnig hier. Uh, maar dat is voor ieder mens verschillend. En ik denk, ik, ik geloof niet in gradaties. Weet je, ik, ik, dan lees ik wel eens dingen. Hey, dit is mijn laatste leven, want ik heb het volbracht. En dan denk ik, uh, nou, come on. Weet je. Why? Why? <laughs> uh, ze hebben vrije wil. <laughs> ja. En uh, ik geloof daar niet zo in. Nee. 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 Ik geloof echt dat we allemaal keuzes hebben. En, en de ene keuze is niet hoger of lager dan de andere keuze. Het is een ervaring. Ja ja mooi en dat doe je eigenlijk in alles wat je doet want je hebt natuurlijk een nou, boeken geschreven je hebt kaartensets, je hebt retretes die je geeft nou, en, en allerlei ja uh, een app heb je zelfs. Ja. wat ja. staat er nog meer op programma wat, wat zijn dingen waar je zegt ja, daar wil dat, ik ook nog dat, over weten weet denken. je met team zich wel eens dat ik onvoorspelbaar ben omdat ik kan wakker worden en denk hé, hey, dit is hier moet ik iets mee weet je dan loopt dat binnen <laughs> Wat wist je heel mooi is om te delen, want ik hoor heel vaak van mensen, als ik vraag wat je grootste verlangen, dat ze zeggen: ja, maar ik vind zoveel dingen leuk. Mm -hmm. nou, toen ik de stap zette van ik ga hier iets mee doen, dit voelde als thuiskomen. Toen blokkeerde ik totaal, omdat ik niet kon kiezen. He, wil ik schrijver worden, of wil ik coach worden. Of wil ik kunstenaar worden. Yeah. Uh, of wil ik therapeut worden. Uh, ik denk, ik moet een keuze maken, want dat heb ik geleerd al heel jong. Hè? Op je zevende, achtste word je al gevraagd wat wil je later worden. Ja. Dus dat zit zo in je DNA. Dus ik denk, ik moet kiezen en toen blokkeerde de boel, want ik kon niet kiezen. En toen kreeg ik op mijn verjaardag, dat was in 2003, een, een boek over de biografie van Da Vinci. En uh, dat heeft me enorm geraakt, omdat het eerste hoofdstuk ging erover. Da Vinci was 16, 17 jaar en die kon niet kiezen. Die vond de wetenschap heel boeiend, vond het menselijk lichaam heel boeiend. Hij wilde graag tekenen, hij wilde graag schilderen, maar hij wilde eigenlijk ook beeldhouwer worden. En toen heeft hij op een gegeven moment de keuze gemaakt: ik ga het allemaal doen als het maar met elkaar in verbinding staat. Ja. En dat vond ik zo gaaf dat ik dacht: hé, hey, ik kan alles doen als het maar met elkaar verbonden is. Ja. En toen kon ik verder. Mooi, ja, ja. ja, mooi herkenbaar. Voor mij is het iets, iets anders. Ik, ik, ja, ik ben als therapeut begonnen. En daarna, natuurlijk, mijn opleidingsinstituut. En nou ja, toen kwam dat boek en de stichting. En nou ja, podcast, weet je zo. Als het maar in lijn is met mijn zielsmissie. Exact. exact. En als het maar doorgeeft en dienend is aan dat wat, wat, wat ik hier te doen heb. Ja, Precies. Ja. Dan kan alles naast elkaar bestaan. Ja, en, en, met soms, elkaar. en verfijnt dat. Want als je dan teruggaat, voor de mensen die ook luisteren misschien, dat verlangen. Ja, vaak herken je dat toch wel als kind? Ja. Ja. Want jij zegt ook, ik had, je had dan inderdaad ook die vriendjes, voelde je ook al van binnenuit, ik heb hier iets te brengen? Of ik, ik... Ja, ook dat, maar ook, ook je programma's, hè. De, 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 ook, je, ook de dingen waar je tegenaan loopt, daar zit al informatie in wat je zielenmissie is. Weet je, ik had gigantische angst voor afwijzing, mijn hele leven. En dat is ontstaan. Omdat. Wat ik net tegen je zei. Met mijn rechteroor hoor ik wat iemand zegt. En met mijn linker voel ik wat iemand zegt. Dat, dat had ik als kind al. Dus ik vertrouwde volwassenen niet. Nee. Als een volwassenen iets zei. Dan was ik altijd. dacht ik, Ja, maar ik voel heel iets anders bij je. En, um, en daardoor ontstonden de programma's. Wantrouwen, verraad. Uh, angst om, om uh, bekritiseerd te worden onterecht. Dus. dus, dus mijn gift, mijn missie, heeft me ook heel veel programma's opgeleverd. Die me eigenlijk al de weg wezen, alleen dat heb je dan niet door. Uh, waar mijn zielemissie ligt. Ja. En, uh, en als ik nu terugkijk, dan denk ik: alles klopt. Alleen als je er middenin zit, dan zie je dat vaak niet. Ja, ja. ja mooi. Zijn er nog programma's waar je tegenaan loopt? Uh, zeker loop ik nog tegen programma's aan. Ik vind het soms moeilijk om de balans te vinden tussen. Uh, Waar mijn drive is, dus mijn zielenmissie of mijn, mijn, ja. mijn, mijn passie. En de menselijke kant. En met de menselijke kant bedoel ik: je, hebt, je, hebt, je, hebt, je houdt bepaalde verplichtingen in je leven. Hè? Je, uh, dat, dat vind ik soms moeilijk om die balans te houden. Als ik, als ik echt in een drive zit, zoals ik zit op het moment heel erg in een drive over Particles of God, dat is een nieuw project. Want we zijn allemaal een Particle of God. Daar, daar kan ik me helemaal in verliezen. Maar dan kan ik ook asociaal zijn. Dat ik niet op appjes reageer en dan, dan sluit ik me op, dan ga ik in mijn bubbel. En, uh, en dan denk ik, oh ja, maar ik moet wel verbonden blijven met de wereld. En dat, dat vind ik soms moeilijk, die balans. Ja, ja. ja. Wat wil je wat vertellen over je nieuwe project? Ja, zeker. Ik, uh, ik, die, 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 die hologrammen, die codes, die eens soms twee keer per maand komt er een nieuwe, hangt ook van mijn proces af. Ik zeg altijd, eigenlijk is het mijn levenspad, dat ik met je ja. deel. Ja. Want ik kan alleen maar codes downloaden of maken die eigenlijk connected zijn met mijn proces. Uh, ik heb een tijdje me heel erg bezig gehouden met angelologie, het kabbalisme. vind ik heel boeiend. En, um, en de alchemist komt uit Uranus. En Uranus is altijd in de Kabbal kabbala altijd een verborgen uh, uh, korf geweest. Omdat, net als in de Bijbel, magie mag niet. Uh, dat intrigeerde me. En toen kwam de code, dat was denk ik een half jaar terug, de particles of God, een, een frequentie. En dat vond ik apart, hè, want dat is heel wat anders dan eigen liefde of eigenwaarde, zelfvertrouwen. Uh, en er kwam heel veel informatie bij dat we in een evolutiesprong zitten op dit moment om weer in onze goddelijke zelf terecht te komen. En als we in onze goddelijke zelf terugkomen, dat heeft niks met religie te maken of met een god daarboven, uh, dan komen we dus weer in contact met onze source. En onze source is in de kern wie jij werkelijk bent. Ja. Want we dragen allemaal maskers, gecreëerde maskers die we hebben aangeleerd. En um, dat vond ik zo boeiend, en ik denk, daar wil ik, daar wil ik iets mee doen. Um, om het ook de mystieke kant, en ik hou ook wel van de, ik ben een beetje een rebel, ik hou ook wel van heilige huisjes een beetje soms tegen schoppen. Ik hey, denk, dit hé, is, dit is een mooie om mensen versneld weer bij hun. Source bij hun kern te brengen, maar daarin ook heel eerlijk te zijn. Wat heeft religie ons gebracht? En, uh, en, en wat hebben we geleerd op school? En klopt dat, hè, over de geschiedenis? Ja. Uh, dus daar gaat Particles of God vooral over. Ja. Mooi. Kunnen mensen dat ook volgen? Nee, ja. 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 het is online. Die ik ga uitwerken en dan komt een nieuw boek. In juli komt uh, een boek uit. Die heet Particles of God. Daar zitten 33 uh, uh, codes in. En dat worden kwantumactivaties. Daar komen QR-codes bij het artwork. Zodat je ook gelijk de activatie kunt doen. Dus ik wil echt een belevingsboek maken. Oh, dat is echt een reis. Ja. Het ja, is grappig, want ik kreeg constant. We gaan op reis met jou. Ja, en ik denk, ja, waarom gaan we ja. op reis? Nee, <laughs> ik, ik had een heel gaaf idee. Ik wil een artboek ja. art maken. Want ik ben niet zo van de knowledge. Weet je, nee. ik, ik, ik kan heel veel kennis gaan delen. En dan denk ik, ik ga maar googlen. Ja. Weet je, ja. ik, ik, ik wil dat je het gaat voelen, dat je het gaat be beleven. Dus we gaan een artboek maken met 33 codes. En per code staat er natuurlijk wat informatie bij waar het over gaat. Er komen affirmaties bij. Uh, en dan komt er een QR-code bij. En dan kun je gelijk ook de activatie doen. Dus het boek wordt een interactief boek, zeg maar. Heel gaaf. Ja. En, je, en als je activatie doet, dus je, je scant hem, je kijkt ernaar, dus even concreet. Ja. Nou, een activatie wordt geometrie opgebouwd en als geometrie wordt opgebouwd, wordt er in je onderbewustzijn ook iets opgebouwd. Daarom heet het ook een activatie. En daarbij zitten in de muziek frequenties verwerkt, is dus een soort bioresonantie die dus op celniveau werken, want we hebben ook celgeheugen. Ja. En in het celgeheugen daar zitten habits. Kijk, ik hoor vaak van mensen: hey, ik kom iets tegen in mijn leven, maar dat heb ik al geheeld, dat heb ik al uitgewerkt, dat ben ik al doorheen gegaan. Maar het proces is er nog steeds. Ja, dat zit in je celgeheugen. We zijn ja. gewoontedieren. Weet je, toen ik, toen ik mijn angst voor afwijzing had geheeld of uitgewerkt. bleef ik het toch nog af en toe tegenkomen. En, uh, maar dat was de habit. Want ik heb mij mijn hele leven zo gedragen. Dus dan is de source van dat probleem is er niet meer. Van het programma. Ja, precies, dat is. Maar de uitwerking nog wel. Ja. Uh, dat doet een activatie. Daarbij, wat misschien wel leuk is om te vertellen. Dat zie je niet met je blote oog, maar mijn geometrie is niet 100% geometrie. Nee. En soms krijg ik nog als op Facebook berichtjes: schijnbaar zitten ze met een lineaal op hun scherm. Ik weet niet <laughs> hoe, dat, hoe dat werkt. Dat zeggen Janus: je geometrie klopt niet helemaal. Maar dat klopt, ze wijken 9% af. En dat heeft te maken met hoe onze brein werkt. Wij zijn altijd aan het compenseren. Om ja. extreem uit te leggen: als iemand heel depressief is. Dan wil je dat wel eens compenseren met drank of met drugs. Ja, ja. Of we eten het weg. Hè? dan krijgen we eetproblemen. Dus, dus dat komt omdat ons brein zoekt compensatie. Ik heb hier tekort, ga ik het daar compenseren. Zo werken de activaties. Omdat jij en ik geometrie zijn. Als je daar naar kijkt, zegt je onderbewustzijn. Ik ga het even compenseren. Dus je gaat het rechtzetten. zetten. Ja. En op dat moment gebeurt er iets in jouw lijf. Dan ja. Ga je eigenlijk, eigenlijk activeer je jezelf. Dan komt eigenlijk die uitlijning. Ja. Ja. Precies. En dat doe je zelf. Dus ik zeg altijd: ik plaats niks. Ik hou je alleen maar een spiegel voor. En jouw onderbewustzijn gaat de energie opstarten. Ja. Dus ook wel die. Ik denk dan gelijk aan de. Even weer wat, 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 wat aardse hoor. Maar van die cirkels waar je bijvoorbeeld hele lange tijd naar kijkt. Eh, bijvoorbeeld tien seconden. En daarna moet je naar een ander plaatje kijken. En dan zie je toch ook ja. allerlei dingen bewegen. En zo. Dat is allemaal wat je hersenen doen. Ja. Dus dat je eigenlijk een soort van nieuwe. Ja. Je, je ja, het heeft niet. vooral te maken, het begint met de rechter en linker hersenhelft. Ja. We, we hebben twee hersenhelften. De ene is, 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 is de vrouwelijke en de andere kant is de mannelijke. Of de ene is de gevoelskant, de andere is de ratio. De, de ja. ratio de pragmatische kant. En die zijn vaak niet met elkaar verbonden. Daarom hebben we ook vaak een innerlijk gevecht. Je, 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 je hart zegt, hey, ik, ik, ik heb daar zin in, ik wil dat gaan doen. En Het hoofd zegt, ja, maar zou je dat wel doen? Ben je daar wel klaar voor? Dus wat het doet, als je dat doet wat jij net ook... Dat soort plaatjes en activaties doen hetzelfde. Die, die gaan eigenlijk weer verbinding creëren tussen de rechter en linker hersenhelft. Zodat jouw knowledge, je kennis, wat je hebt opgedaan in het leven, alle ervaringen in jouw leven, die brengen jouw kennis. We leren, we ontwikkelen. En, en je gevoel, dus, dus het hart weet jouw toekomst, In het hoofd weet. Wat je hebt ervaren, wat je kunt gebruiken. Als dat weer samen in verbinding komt, dan stopt het innerlijke gevecht. Ja. En dan kunnen we veel makkelijker keuzes maken en veel sneller knopen doorhakken. Ja, dus eigenlijk, hup, het is een soort van, uh, ik noem het al, vibration state dus tussen je chakra's. Ja. Alles gaat door ja. naar je cellen. Het wordt, alles staat met elkaar in verbinding. In een split second. Ja, ja. ja. ja dat in wat je zegt, dat kan in een split second. Ja. ja. Nou, ik kijk uit om die reis uh, te maken. Ja. Dus uh, ga, ik, ga ik lekker op zitten wachten. Dus dat, uh, dus dat is mooi. We gaan activatie delen. Ja, we ja. gaan. Uh, fijn. Um, je mag een kaartje trekken. Misschien is het leuk om ook nog eentje van jou te trekken. Misschien wel voor de mensen thuis. Ja, Vind je leuk. dat? Uh, yeah? ja, is goed. Dus en een kaartje hiervan. Ik heb hier eentje van. Dat is altijd een standaard onderdeel. Mag je, als je wil uh, kijken en voorlezen, dan gaan we deze alvast eens doen. Waarom is het fijn om jou als vriend te hebben? Oei. Een moeilijke vraag. Um, ik heb een groot inlevend vermogen. Um, als je met mij bevriend bent, dan, ik hou van diepgang. Ik hou van echt verbinden. Ja. Dus ik zal niet snel een gesprek met je aangaan over de Formule 1 of over voetbal. Ik ben heel geïnteresseerd in, in mensen, maar. Waarom ze bepaalde keuzes maken, of waarom dingen in hun leven gebeuren. Dus, um, maar ik heb ook een nadeelkant. Als ik in mijn bubbel zit, kun je me ook ineens even kwijt zijn. Um, maar ik, ik hou wel van echt verbinden. Ja. Ik ja. hou niet van geneuzel. Ik hou niet van. Um, dan ben ik liever alleen. Ja. Hoe gaat je partner daarmee om? <laughs> Als jij heel goed. Wil. Ja, ik heb het heel erg getroffen. Ja. Die, die geeft me heel veel ruimte en vrijheid. Uh, in het begin was dat wel eens een struikel, want ik kon heel vaak, dat werd ook vaak gezegd, fysiek ben je er, maar je bent er niet. Ja. Uh, maar ik ben nu bijna twintig jaar getrouwd en uh, ze kent me als geen ander ja. en uh, geeft me die ruimte. Ja. Mooi, ja, dat is echt een aanvulling. Um, zullen we er eentje voor de luisteraars ja, is goed. Uh, trekken? Ja. Pak jij een voor de luisteraars, Pak leuk. Een voor de luisteraars. Deze. Staat Freedom, nummer 52? Ja, Freedom. Freedom Code wil eigenlijk zeggen dat we heel veel keuzes maken vanuit het ego, onbewust, omdat we allemaal hunkeren naar vrijheid. En dat koppelen we wel eens aan nu, momenten, we denken: ik moet een andere baan nemen of ik moet mijn relatie beëindigen. Terwijl de kaart Freedom zegt eigenlijk: Freedom is een state of mind, is een staat van zijn, heeft niets met werk of relatie te maken. Dus als je deze kaart pakt, zeg ik altijd: maak nu geen keuzes gebaseerd op ander werk of een andere relatie. Maar ga eerst kijken wat is jouw aan, ja, Wat zet bij jou de motor aan dat je, dat je hunkert naar vrijheid? Ja. Want vrijheid heeft. Iemand die in de gevangenis zit, zou vrij kunnen zijn. Ja, precies. Net zoals Edith Ewer ja. schrijft over de oorlog. Uh, ja, 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 precies. Ja. Nou, mens thuis, ik zou zeggen: doe er je voordeel mee. En we hebben heel wat luisteraarsvragen, dus daar wil ik natuurlijk ook uh, aandacht aan besteden. Dat vind ik altijd zo leuk om dit, eigenlijk maakt dit samen, dit programma eigenlijk, natuurlijk met alle mensen die, uh, die holistisch leven volgen. Um, even kijken. Oh ja, misschien is dit wel leuk. Gebruik je zelf je eigen activaties? En zo ja, welke is je favoriet? Ja, ik gebruik ze zelf. En uh, zeker. En mijn favoriet is zelfloof. Is, en welke heb je hier? Zelfliefde. <laughs> ik voel het. Ik kan niet uitleggen waar ik. Ja. het over de hele tijd. was denk ik wel mijn grootste uitdaging in mijn leven omdat ik de overtuiging had dat eigen liefde egoïstisch was. En dus altijd een gever was, maar niet kon ontvangen. In het begin, ook als iemand mij een compliment gaf, dan wimpelde ik dat weg. Ik, ik kon dat niet ontvangen. Dus zelfloof was echt wel een thema. En dat is nog steeds mijn favoriete thema. Ik denk dat zelfloof de basissleutel is van welk programma je ook aan wilt werken. Het begint in de basis met eigen liefde. Heb jij geen eigen liefde, dan kun je eigenlijk niets oplossen. Ja, ja en inderdaad, het woord eigen liefde. Ik denk dat dat ook nog wel meespeelt. Ik weet niet hoe jij dat ziet. maar... Ja, daar is op een gegeven moment ook een beetje zo'n ego-dingetje omheen ja. ge gekomen. En ja, dan word je er bijna vies van, inderdaad. Zakt. Terwijl het ja. zo gaat over in verbinding zijn met je hart. In verbinding zijn met je ziel, ja. met wie jij bent. En daar ligt en dat, dat je, je goed situatie. voor jezelf zorgt. Ja. En dat je jezelf serieus neemt. En dat je je hart serieus neemt. Je intuïtie serieus neemt. Ja, op en al die vlakken. Vlak. Maar dat je ook goed voor je lichaam zorgt. Dat je voelt dat je het waard bent om er te mogen zijn. Ja, mooi. Ja, dat denk ik al gelijk weer aan die reclame natuurlijk. Because you're worth it. Weet je, er zit nou ja, allemaal heel zo. heel veel marketing ja. speelt natuurlijk ook in op ja. een soort NLP gedachte. Ja. Dat ja. is natuurlijk heel slim. Ja, ja. ja maar het is echt uh, diepere. Um, even kijken. Oh ja. Ik vind het inspirerend om te zien hoe jij zo krachtig staat in het channelen. Hoe zorg jij ervoor dat je niet gaat zweven? Hoe blijf je goed geaard? Nou, ik blijf goed gehaald omdat ik heel erg van de aardse dingen uh, uh, geniet. Ik hou van uh, lekker eten. Ik hou van een goed glas wijn. Uh, dus ik geniet ook van de aardse dingen. Ik, ik hou niet van de hele dag in de meditatiestaat te zijn. Dus uh, ik, ik geloof ook dat spiritualiteit bedoeld is om hier in de aarde met je voeten in de klei, om het zo te zeggen, te gaan doen. Want waarom ben ik anders mens geworden? Als ik alleen maar daarboven hang. Dan had ik net zo goed daar kunnen blijven. Ja. Ik vind het juist heerlijk om ook te proeven van wat het leven biedt. En dat houdt me aard. Mooi. Um, wat kan ik? Vind ik ook een leuke vraag: wat kan ik ervaren nadat ik een activatie heb gedaan op bijvoorbeeld zelfliefde? Komt leuk, weer leuk, komt ie weer. <laughs> Nou, Wat je kunt ervaren is, herhaling is de kracht. Hè? Doe, doe je één keer een activatie, eenmalig, dan kan dat prikkelen, dan, dan kan dat iets in beweging zetten. Wat ik vaak ook terughoor, als mensen bijvoorbeeld zeven dagen achter elkaar de activatie eigen liefde doen, dan merken ze op een gegeven moment, als ze terugkijken, hey, mijn gedrag is langzaam aan het veranderen. Ik sta steviger op mijn benen, ik kan makkelijker mijn grenzen aangeven, uh, zonder angst voor de afwijzing. Uh, dus dus, dus, het, dus het, 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 je overschrijft je programmering, maar wel van binnenuit. Ja, en, en gebruik je dat ook zo met die kaartjes? Ja. Want wat, wat ik al zei, ja, vroeger ik trok een kaartje en gewoon, met, gewoon voelen en die heb ik nodig. Ja, wat, wat mooi is aan deze kaarten, vind ik zelf, is dat ze. Twee kanten hebben, dus de, de voorkant is, daar kun je op mediteren, soms trekken mensen een kaart en die houden ze die dag bij zich als zijn, dit is mijn thema van vandaag. Ja. En dan ga je eens kijken in alle contacten die je hebt, Hey, als dit thema vandaag speelt, hoe communiceer ik, wat gebeurt er in omgang met anderen? En de achterkant zit een kwantumcode, uh, dat is dus net als die tattoo die ik heb. Ja. Dat is dus een, een energetische frequentie. Ik kom even erbij. Nou, mensen gebruiken die soms om water mee op te laden. Ja. Uh, heb ik ook heel veel gedaan. Ja, maar mensen kunnen hem ook vasthouden. om gewoon ook die frequentie. dat is met de activaties. dat is dan sterker, omdat daar. Uh, geluidsgolven in zitten, ja. maar dit werkt op dezelfde manier. Dus, dus uh, er zijn ook heel veel therapeuten die hiermee werken, ja. uh, die ook met de kwantumcodes werken om de frequentie uh, te voelen. Ja, we hebben ze ook bij zomaar liggen, dus ja. uh, kunnen ze gebruiken om uh, ja, oh, ja, ja, in de tijdens de lessen ook bij coaching. Het klinkt misschien gek, maar zelfs als je dit ziet, daar gebeurt iets. Ja. Wat zeggen de kleuren je? Wat, wat raakt je in deze kaart? Ja. Waar zoom je op in? Nou, ik heb een tijd terug. Uh, uh, ik ben ermee gestopt omdat ik keuzes moest maken. Want uh, daar stoe ik wel mee met het aardse dat we maar 24 uur op een dag hebben. Uh, dat is het enige nadeel van het leven, hier vind ik. Maar uh, er zijn coaches die werken op die manier mee. En er zit een hele filosofie achter. En dat wil ik ook nog verder gaan uitwerken. Dat als jij een cliënt hebt als coach en die kijkt naar de kaart, dan start die kaart dat proces op wat gerelateerd is aan de codering. Ja. Ja. Als coach kun je dan verbinding maken met de kwantumcode, waardoor jij samen met je cliënt gelijk in dezelfde frequentie komt. Hmm. Alleen is de kwantumcode zet niet het proces aan. Dus nee. blijf je heel zuiver. Ja. Ook, want een cliënt is ook vaak een spiegel. Ja. Ik heb vaak cliënten gehad dat ik denk, oh shit, dit gaat ook over mij. Tuurlijk, ja. ja. <laughs> Weet je, dus die kwantumcode die, 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 die blijft weg bij je eigen proces, maar je gaat wel in dezelfde frequentie. En als wij samen in dezelfde frequentie zijn, kunnen we natuurlijk veel sneller voelen wat de gaande is en ja. wat de wat, wat goede raad is of waar je je cliënten in wil begeleiden. Ja, en soms is er niet eens dan taal nodig. Omdat telepathisch elkaar zo goed... Ja, precies. Ja, herkenbaar hoor. Na mijn scheiding... Uh... Ik had voor die tijd, destijds, toen ik mijn praktijk nog had, voor, voor zo mijn opleidingen zo groot werd, had ik, um, had ik mensen die ineens na mijn scheiding alleen maar mensen die gingen scheiden. Ja. Dat toch blijft bij elkaar, weet je, neem maar ja. zonder gekheid. Ja, maar dat is het veld, hè? He? Maar is gewoon het veld, ja. 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 Weet je, het, hetzelfde is, wil je een nieuwe auto en je denkt, goh, ik, wil, ik wil een blauwe auto, dan zie je ineens allemaal blauwe auto's rijden. Zo werkt het. Dat is een prachtig voorbeeld om uit te leggen hoe dat kwantumveld werkt. Ja. Daar waar jij bent. Dat trek je je leven binnen. Ja. Als we dat gaan begrijpen. dan kunnen we wonderen verrichten. Dan is alles mogelijk. Ja. ja. En. Um, ja. maakt ons echt creators. En dan. Uh, ja, en dan is het ook weer. voor mij vind ik in ieder geval wel de kunst. Um, om steeds weer terug te gaan. maar wat voel ik en wat wil ik echt. Want er is zoveel ego wat schreeuwt. ook in de buitenwereld. Zeker. waar je. oh, je kan alles creëren ja. en kies. Weet je, ook oh prima hè, natuurlijk voor. Ja. Nou ja, ik weet je, in het begin heb ik er wel eens tegen aangeschopt. Dan dacht ik, oh, mensen doen één dag een, een rijke opleiding. En denken ze dat ze na één dag de hele wereld kunnen heen. Ja. Uh, ik, ik ben nu genuanceerder, omdat ik denk dat iedereen trekt zijn leven binnen wat hij nodig heeft. Dus als mensen daarmee resoneren, is prima. Voor iedereen is er iets. Ja. Uh, ik geloof wel in een redelijke quick fix, maar van binnenuit. Dus niet een toverstafje. Nee. Ik heb wel een toverstafje, maar die kan ik alleen voor mezelf gebruiken, niet voor een ander. Maar we kunnen mensen wel bij een eigen toverstafje brengen. En, maar we moeten er wel iets voor doen. Weet je, ik, ik zeg: al mijn tools die ik ontwikkel zijn geen wondermiddelen, zijn als ondersteuning, maar het gaat om jouw intentie. Ja. Als jij niet wilt, dan kun je alles aanschaffen wat ik uitbreng, maar het werkt niet. Ja. Ja, ja, zo werkt het bij ons ook. Weet je, dan kun je net zo goed met een pollepel in je hand gaan zitten... en denken dat hij wonderen gaat verrichten. Dat werkt niet. Is hetzelfde, ja. Weet ja. je, dus, dus, ja. dus, dus het, het gaat om je eigen intentie. Ja, we hebben ook wel... een de opleiding tot holistisch therapeut maken we wel eens grapjes over. Werken we werken ook met klankschalen en edelstenen en Daar een onderdeel van, maar gewoon allerlei verschillende ja. vormen. En dan uh, zei iemand ook, ja... Je kan net zo goed die klankschaal s'avonds als een slaaschaal gebruiken. als je intentie niet exact, is. Die... E e exact. <laughs> ja. Weet je, dus, dus je moet het zo zien bij al die tools. of je nou ja. kristallen hebt of iets anders. of ja. kaarten. Uh, het het versterkt, het zijn eigenlijk versterkers. Ja. ja. Um, dus het is ook een verantwoordelijkheid. van als jij zegt onbewust: ik heb angst. Uh, ...en Je gaat dan met kristallen werken of iets anders. kan die angst ook versterkt worden. Ja. Want het zijn versterkers. Ja. Dus als je intentie voelt, wat wil je nou werkelijk? Waar, waar verlang je naar? Dan zijn die tools... Uh, ja, dan, dan maken, is het verlengstuk van ex jou. Exact, ja. ja. Mooi. Uh, even kijken, dan heb ik... Oh ja, wat voor manieren gebruik je... Ja, je hebt daar straks wel even kort een voorbeeld van genoemd, Maar wat voor manieren gebruik je om bij jezelf in te tunen? Ik vind het zelf nog erg lastig om te voelen wat van mij is en wat van de anderen is. is heel simpel. Uh, ik doe elke avond een heel klein ritueeltje. Elke avond, als ik de dag afsluit, dan kijk ik altijd even terug naar de dag en dan stel ik mezelf de vraag: stel nu dat dit mijn laatste dag was hier op aarde. Wat heeft me vandaag gevoed? Wat heeft me vandaag blij gemaakt? Waar ben ik vandaag voldaan over? Waar Heb ik voldoening uitgehaald? En als je dat even doet zonder antwoorden te verwachten, en je doet het elke dag, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment een lijn zien. Dat je denkt: hé, hey, hier pas ik me nog aan, hier ga ik nog buiten mezelf. Um, dus ik, ik stel me ja, elke dag die vraag: wat, wat heeft me vandaag gevoed? Wat, wat heeft me blij gemaakt? En heb ik ergens voldoening uitgehaald? Ja. Hele simpele vragen. Ja, maar simpel. steeds weer bewust zijn: hé, hey, wat voel ik? Ja. Mooi. Uh, ja, ik wil in mijn meditatie de activaties gebruiken, maar waar begin ik? Hoe weet ik welke geometrie het beste bij me past? Nou, dat kan op twee manieren, kun je erachter komen. Is a, toeval bestaat niet. Dus je kunt bijvoorbeeld op, in mijn app een kaart trekken. Uh, je kan uit de box een kaart trekken en dan doe je die activatie. Maar als je echt contact maakt met je lijf, en je gaat echt vanuit je hart leven. Dan weet je exact waar je uitdaging ligt. En. Um als ik bijvoorbeeld een, een heel, heel belangrijke presentatie moet geven. en ik, uh, ik vind het spannend. of ik heb slecht geslapen. weet je. Uh, uh, als ik eerder zei. ik ben niet verlicht. ik word ook wel eens wakker. dan denk ik. er hebben zeven vrachtwagens vannacht over me heen weet je. En, en dan moet je iets belangrijks doen. nou dan pak ik bijvoorbeeld focus. Hè. Dan, dan helpt die activatie. om meer focus te krijgen. dus je, je kunt activaties gebruiken. in het nu moment. En je kunt aan processen werken. Maar als je eerlijk naar jezelf bent, weet je exact welk proces nu in je leven speelt. Gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Ja. Um, kan je de geometrie bij mensen zien of lezen? Nee, ik kan, geen geometrie, ik kan wel energie zien. En als ik mensen langer in de ogen uh, kijk, dan, dan verdwijnt het fysieke en dan zie ik kleurtjes. Ik zie geen geometrie, maar ik zie wel energie. Dus ik kan vaak wel zien waar een blokkade zit, waar energie niet stroomt. Kijken waar we nog niet hebben gehad, niet al gehad. Oh ja, misschien nog even kort. Wat zijn graancirkels en wat is hun functie? Ja, graancirkels, ik noem het wel acupunctuur voor de aarde. Graancirkels is eigenlijk uh, graan wat plat ligt. Naast graan wat rechtop staat. En wat een vorm heeft. En toen ik erachter kwam dat mijn codes. een deel daarvan de graancirkels waren. Uh, ben ik uh, drie, vier jaar achter elkaar naar Engeland gegaan in de zomer. om graancirkels te bezoeken. Uh, en dat, dat heeft me echt. Uh, ja, ik was flapperd. Als, als je ziet dat graancirkels op een heuvel liggen. dat als je erin staat klopt de geometrie niet. Omdat. De aarde niet plat is daar. Uh, maar als je een luchtfoto maakt, exact erboven is het klopt die exact. Nou, dat is bijna niet door mensen te maken. Er zijn allerlei uh, ja, dingen in het graan wat, wat aanwijst. Dit is vreemd. We hebben ook een aantal keren uh, Nightwatch gedaan en dat je niets merkt, niks voelt. En dat de zon opkomt en er ligt gewoon een 500 meter doorsnelle graancirkel uh, uh, beneden in het dal. Uh, ja, graancirkels is een heel apart fenomeen. Er worden ook graancirkels wel door mensen gemaakt. Dus je hebt verschillende ja. soorten graancirkels, die zijn er ook. Nou, dan kunnen we nog weer een discussie voeren. Is het, is het een nepper Of net als ik kaarten maak, weet je, die vallen ook niet zomaar uit mijn scherm. Ik maak ze ook. Dus ja. is dat ook een download of gechanneld? Uh, het is allemaal gebaseerd op geometrie. En geometrie zet energie in beweging. Dus ik, ik noem graancirkels altijd heel simpel acupunctuur voor de aarde. Ja, dus eigenlijk om te helpen dat de aarde de trilling verhoogt. te verhogen, ja. Om er iedereen de chef ja. mee te nemen ja. naar om de ja. Maar, ja, maar ze verschijnen ook in ijs. Ze verschijnen in de Noordpool in het sneeuw. Uh, dus, t, dus wij kennen het fenomeen graancirkels. Maar het gaat veel verder veel ook verder. Op, op de bodem van de... Een Oceaan vinden ze soms hele complexe tekeningen. Je hebt natuurlijk in, in Peru heb je de hele grote tekeningen. Wat, ook, wat we ook nog niet helemaal, de Nazca lijnen heten, die geloof ik. Helemaal begrijpen. Dus, dus er is op dat vlak nog heel veel te ontdekken. Mooi. Ja. Zijn er al mensen die daar echt helemaal in verdiepen? Heb je die ook. Uh... Er zijn natuurlijk, uh, uh, je, je hebt verschillende soorten. Je hebt, je hebt wetenschappers die daar heel diep in gaan, die willen vanuit de wetenschappelijke hoek ontdekken. En je hebt natuurlijk ook mensen die vanuit de holistische kant onderzoek doen. Uh, je hebt Greg Braden. Je, je hebt een aantal vooral in Amerika die daar heel veel onderzoek naar doen. Dat volg ik niet actief. Uh, geen tijd. Uh, <laughs> maar, maar, als, maar als het op een pad komt, dan, uh, ja, dan, dan verdiep ik me daarin. Dat vind oh, ik mooi. boeiend. Ja. Mooi. Ja, ik vind, vind het wel een bijzonder dat je dat, dat dan weer een soort van acupunctuur is voor de aarde. Dit is ook weer acupunctuur voor de mens. Ja, voor, kunnen... voor de ziel. Ja, ja voor je ziel. Ja, ja, voor dat zegt hij goed. Ja. <laughs> hey, en we gaan, uh, we gaan ook uh, acupunctuur voor de ziel doen. Want we, we hebben een oefening, een activatie. Ja, ja jullie wil ik graag delen. En te uh, de plekken bedenk ik eigenlijk, laten we eigenliefde doen. Mooi. Ik denk dat dat een mooie basis is om te delen. En hoe een activatie werkt. Dat als we straks starten, dat je. Eigenlijk hoef je er niets voor te kunnen. Dat is mooi van deze techniek. Het enige wat je doet is een paar keer diep ademen. door je neus en uit door je mond als we starten. En dan focus je op het midden van het scherm. En dan verschijnen er twee codes naast elkaar. En die worden één. Dus het wordt opgebouwd, waardoor we dus, wat ik al zei, de rechter- en linker hersenhelft gaan synchroniseren. En daar sta je naar. En na vijf minuten wordt het beeld helemaal zwart. En dan sluit je je ogen. En dan blijf je met je ogen gesloten totdat de muziek ophoudt. En dan doe je weer een paar keer een diepe ademhaling. En uh, and, and that's it. Dus je houdt je ogen gesloten nadat die helemaal zwart is. En dan verbind je met de muziek. En in die muziek zitten dus frequenties verwerkt. Dus. Uh, al die frequenties kun je horen, een deel niet. Die zijn uh, zo laag of hoog dat wij als mens dat bereik niet hebben. Maar je kunt ze wel voelen. Dus ik hoor vaak bij activaties dat mensen zeggen. Hey, ik voelde druk op mijn voorhoofd, of sensaties in mijn lichaam. Of ik wilde bewegen. of. Het kan van alles zijn. Dat is puur energie wat in beweging komt. Dus dat is heel normaal. Maar het is je eigen energie. We plaatsen niets. Het is een spiegel die je onderbewustzijn eigenlijk ergens in aanraakt. En ik denk dat eigenliefde een mooi thema is. Ik denk dat iedereen meer eigenliefde kan gebruiken. Ja, Ik vind het ook mooi dat je zegt spiegel. Het is eigenlijk inderdaad. Uh, ja, kijk maar in de spiegel. Ja. En dan zie je hoeveel, ja, hoeveel potentie, hoeveel ja. liefde daar is. Ja. Ook die oefening als je elkaar, jezelf in de ogen aankijkt ja. via de spiegels. Dat kan er soms wel ja. heel diep binnenkomen. Ja. Maar... Nou, als we over spiegels hebben, zeg ik vaak, hoe vaak in je leven heb jij in de foute spiegel gekeken? Ja. Uh, de spiegel van kritiek, zelfoordeel. Uh, probeer nu jezelf eens voor te stellen. Ik ga in een andere spiegel kijken vanaf nu. Ik ga in een spiegel kijken van liefde. En alles wat ik denk en alles waar ik beslissingen in moet nemen of overal waar ik een oordeel over heb, stel jezelf een hele simpele vraag. Wat zou liefde doen? Ja. En je hoeft niet eens antwoord te hebben, maar dat relativeert al en dat zet al iets in beweging. Gewoon een hele simpele vraag. Wat zou liefde doen? Ja. Vraag ik mezelf ook vaak. Ja, dat ja. helpt. Ja. En... Anders maken we het, dat hoofd, dat ego maakt het altijd zo complex. Ja. En als ik als ik ook tegen dingen aanloop, dan denk ik oh even terug, wat zou liefde doen? Ja, ik stel dan, mezelf heel vaak die vraag. Dat dus ja. uh, is echt mooi. En ook de andere die daar is weer van oké, okay, klopt het nog met mijn zielsmissie? Ja. Weet je ook voelen. Want je, als je dan heel veel aanbiedingen krijgt of je ja. wordt wat bekender, dan heb ik ook een gevoel van klopt dit? Met, ja. met, Resoneert met, het. Resoneert dit, ja. ja. Mooi. Uh, mensen thuis, we gaan dus nu de activatie doen. Dus als je auto, uh, aan het autorijden bent, zet hem even aan de kant. Dus voor de ja, luisteraars, niet, uh, het rijden. ga alsjeblieft even naar het YouTube kanaal. Want daar kun je het zien. De luisteraars kunnen anders alleen maar de muziek horen. Het is wel mooi om het ook te bekijken. Dus kijk ook even op het YouTube kanaal en uh, ga hem doen. Dan uh, gaan we het nu laten zien. Maar weer rustig aan uh, terug. Soms helpt het om even uit te rekken, om een beetje te aarden. Ja. Even uh, stretchen. En uh, ik vond het wel leuk om, om misschien een terugkoppeling te vragen. Hoe heb je dat ervaren? Hoe, als je, vooral als je het voor de eerste keer gedaan hebt. Ja. Wat, wat voel je dan wat gebeurt er? Uh, ik, als, als ik webinars doe, vraag ik altijd één woord. Uh, soms gaan mensen zich gelijk verliezen in een verhaal. Willen ze willen heel verhaal delen wat er gebeurd is. En ik zeg altijd, je bent geen verhaal. Dus deel één woord. Als je het moet samenvatten in één woord, mis is het ook leuk op ja, YouTube-kanaal. Gewoon één woord. Wat voel je? Wat, wat komt er nu als eerste in je op? Dat is ja. leuk. is leuk. Zet hem even onder YouTube-kanaal van zo mijn opleidingen En dan kun je daaronder ook het woord noemen. Dan weten we ook dat je hebt gekeken. Vinden we ook mooi om... We uh, ja. delen het vooral ook, inderdaad, dit. Mooi. Ja. We gaan uh, richting een, uh, een afronding toe van de podcast. Is er iets waarvan je denkt... dat wil ik graag nog als tip meegeven... of daar hebben we het nog niet over gehad... dat wil ik nog uh, aan het ja stippen. Wat ik voel bij de meeste mensen die ik tegenkom... in mijn retreats, in hun workshops... dat we heel erg vaak bezig zijn... met omgevingsfactoren. Dat die grote invloed hebben... Uh, en dan deel ik altijd wat de stem die ik hoorde als eerste tegen me zei. Wat ik later pas goed begreep, wordt er gezegd. En dat heeft mij enorm geholpen. En die stem zei tegen mij, dat zou ik iedereen willen meegeven: Je kunt beter gek zijn, dat je gek wordt van al je aanpassingen. Wauw. Ja. ja. Dus alsjeblieft, wees gek. En laat je niet gek maken door je constant aan te passen. Ja. Nou. Ja, een keurslijfje. Ja, precies. En, dus, en dat komt ook weer mooi uh, overeen met de kaart die we trokken. van straks freedom ja. Vrijheid. Vrijheid. Ja. ja. Dus het is niet voor niets dat ja. dit uh, weer even zo terugkomt. Heel erg mooi. Ik wil je ontzettend bedanken. Graag gedaan. We gaan dus uh, je een nieuwe boek verwachten. Ja. jullie zei je. Jullie komen een nieuw boek uit, Particles of God. Een mooie reis eigenlijk. Ja. En het wordt een belevingsboek. Ja. Dus het gaat niet om kennis, het gaat echt om ervaren. Dat kunnen ze vinden op je site? Ja. Ja. Hoeveelste komt die uit? Uh, begin juli, de eerste week juli. Er komt al een pre-order? Die is nu al. Oh. Pre-order staat al online. Dus uh, sinds gisteren. Kijk. Dus uh, ja, ze kunnen pre-orderen. Ja. Mooi. Nou, dat ga ik zeker doen. Leuk. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Zet het waardevol het ook, uh, ook voor alle nou ja, coaches die natuurlijk bij ons in de opleiding zitten, de therapeuten. Ja, dat is zo mooi weer in te zetten. Ook weer voor. A, jezelf uiteraard. Ja, hè? Want ja. we hebben het over eigen liefde, ook onder andere gehad. Maar ook weer voor mensen om door te geven. Exact, hoe ja. mooi is het als we ja. samen werken aan die mooiere ja. wereld. Want dat is wat we hier ik, te doen ik, hebben. Ik, ik denk als hoe meer mensen hun hart gaan volgen, hoe meer mensen gaan doen waar ze van houden, dat de wereld gaat veranderen. Ja, nou daar ben ik ook ja. echt voor. Dat is ook echt mijn, uh, mijn zielsmissie ja, om daarbij zeker. bij te dragen. je Dankjewel. Dankjewel. Nou, bedankt en leuk dat je weer hebt gekeken naar deze podcast. Deel alsjeblieft deze podcast met anderen als je ook voelt van hij is waardevol. Laat en laat even wat berichten achter. Ga hem zeker volgen. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast-app of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week.